Maar ik probeer tegenwoordig zonder medicatie. Maar ik probeer tegenwoordig zonder medicatie. Oké, wij hebben nu een obsessie met Sarah de puzzelmazzels. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en ik ben even wakker aan het worden met thee. Ze is het kamertje aan het opruimen. Dan kan ik die daar schoonmaken. Vandaag wordt gewoon even een grote schoonmaken-opruimdag. We zijn natuurlijk bezig met verbouwing en al die spullen staan in de woonkamer. Echt top. Maar Sarah organiseert morgen iets, dus die woonkamer moet leeg. Dan... moet alles aan kant zijn, dus daar ga ik mijn handen vol mee hebben. Ze heeft daar ook een afspraak met Anisa. Dan moeten ze nog dingetjes gaan halen, dus die is er dan niet. En echt, mijn hele vloer zit vol witte voetstappen van gips, van stukken. Dus ik zal nog even 5 keer moeten dweilen en stofzuigen en alles. Maar goed, daar heb ik vandaag voor gereserveerd. Oh, en ik heb jeuk aan mijn ogen. Ik was net even naar Sarah gegaan om eten en drinken te geven. Gelijk slaat die hooikoortje helemaal toe. Echt top. Maar ik probeer tegenwoordig zonder medicatie. Ik deed altijd tabletjes slikken. En heel stom. Ik kwam rondom corona op de informatie dat als jij dat dus niet slikt... je immuunsysteem gewoon sterker is, omdat je lichaam tegen jouw hooikoorts vecht. En over langere perioden kom je er dan ook beter overheen. Omdat je lichaam het gewoon leert af te weren. En toen heb ik besloten dat ik het eigenlijk niet meer ga slikken, alleen echt op dagen. Stel, we gaan bijvoorbeeld naar de dierentuin. In Blijdorp staan zoveel planten en op erge hooikoortsdagen, dan red ik het gewoon niet zonder. Dus dan neem ik wel wat in. Omdat ik anders gewoon echt tegen de vlakte ga door luchttekort. Zo benauwd heb ik het dan. En heel mijn ogen zijn dan zo dik dat ik niks meer zie. Dus dat is niet te doen. Maar dan is mijn immuunsysteem alsnog hard aan het werk. Want zelfs met dat tabletje merk ik het dan. Maar dan merk je dus wel als je even de tuin al inloopt. Dat ik het echt aan mijn ogen voel. Dus ik zit de hele tijd te wrijven. Dat moet ik eigenlijk niet doen. Want dan gaat het branden. Maar het jeukt zo erg. Maar goed, voor een goed doel wil ik eigenlijk dus gewoon mijn hooikoorts helemaal gaan onderdrukken. En het heeft gewoon nog hele mooie bijwerkingen gewoon voor je algehele immuunsysteem. Dus ja. Oh, het is zo lastig vandaag. Ik ben dus heel veel aan het opruimen. Alleen, ik ga een beetje van de hak op de tak. Want sommige dingen heb ik gewoon marker voor nodig. En daar loop ik elke keer tegenaan. En die is aan het werk. En zijn werk loopt nog uit ook. Dus het schiet voor geen meter op. En dat is dus niet echt heel makkelijk. Maar goed. Ik ben aardig bezig geweest. Ik heb weinig gefilmd. Zij heeft met Denise boodschapjes gedaan. Denise was hier ook heel even. Maar dat was echt maar heel kort. Zij was hier verder de kamertje op gaan ruimen. Want dan kunnen dadelijk bepaalde spullen ook even weer naar haar kamer. Als het helemaal netjes is, kan het er wat makkelijker bij dan als ik het nu op de grote hoop gooi. En dan eten. En als Marco thuis komt, dan kan ik echt aan de slag. Dus daar zit ik eigenlijk echt op te wachten. Hij eet later, dus ik zet een bord voor hem klaar. Dus daarna kunnen we dan eindelijk echt iets. Dus ik zit eigenlijk echt af te tellen totdat hij er is. Mijn kamer is weer vrij. En dat is voor korte duur, maar voor morgen... is leeg. Ik moet even de tafel zo nog op de goede plek zetten. Want die staat wat meer hierheen. Maar Marco ging eerst even douchen. En ik ben zo moe van vandaag. Ik heb echt zoveel gedaan. Echt. Ik kan niet meer. Dus ik ga zelf even thee drinken. What's new? En even tv kijken tot Marco klaar is. En dan zetten we even die dingen op zijn plek. Want ik vind de tafel schuiven nooit zo leuk. Want dan krijg je elke keer speling in die poten. Dat hebben we al meer gemerkt. Dus je hem gewoon even optilt en verplaatst, is er niks aan de hand.
Oh, en echt, mijn ogen, ze jeuken gewoon nog steeds. Echt de hele dag al. Daarom heb ik ook maar even een dag geen make-up op gedaan. Terwijl, ik vind het qua wrijven en zo, vind ik het lekker. Maar ik voel me gewoon wel echt lekkerder als ik make-up op heb. Ik weet niet. Net als dat je mooie kleren aan doet, dan zit je lekkerder in je vel vaak. Nou, dat heb ik dus ook echt wel met make-up. Daarom doe ik me meestal ook wel opmaken als ik thuis blijf heel de dag. Want, ja, ik weet niet. Het voelt gewoon lekkerder. Maar vandaag, oh, het moet echt afblijven. Het gaat branden. Maar goed, ja, ik ga even twee vakanties maken op beneden. En dan heb ik nog niet een stukje gekeken. Want ik ben natuurlijk, wel had ik gisteren verteld, 24 het laatste seizoen aan het kijken. En zo stom. 12, of ik denk 12 jaar geleden of zo, heb ik seizoen 8 of die, en de film gezien. Denk ik, zoiets. Dat was in ieder geval al voordat wij gingen. En we gaan, ja, op een paar weken na gaan we 10 jaar. En dat was nog daarvoor. En seizoen 1 weet ik nog. Seizoen 1 heb ik bij mijn ouders thuis. Toen woonde ik nog thuis. Gekeken, want dat was helemaal een dingetje. En dat keken we dan met z'n allen op de bank. Dus zo lang geleden al. Dus, en dan echt nu opeens dat laatste korte seizoen er nog achteraan. Maar goed. Oké, wij hebben nu een obsessie met Sarah de Puzzle Muzzles. Dat zijn allemaal deze dingetjes. Ik weet niet, als je ze kent, zijn wel bekend. Deze, ze heeft er 4. Deze 3 lukken me. Marco heeft er 1, mag ik hem heel veel laten zien. Deze word ik gek van, deze snap ik gewoon niet. En Marco had hem net in elkaar. Dat lukte niet, maar nu weten we dus niet meer hoe die uit elkaar moet. Deze dingetjes krijg ik allemaal wel voor elkaar. Maar zo stom, die lukt me dus elke keer gewoon niet. Die snap ik echt voor een meter. Kijk, deze uit elkaar. En ik ga lekker niet laten zien hoe. Je denkt gewoon, gebruik maar grof geweld. Ja, ik weet hoe die in elkaar ging. Ik denk gewoon, oké, hoe die precies in elkaar ging. Dan weet ik ook hoe die aan elkaar moet. En weer in elkaar. Dan hebben we dus deze aan elkaar. En uit elkaar. En weer in elkaar. En dan hebben we deze in elkaar. Kijken. Deze moet ik ook weer nadenken hoe die was. Ik ben net zo geobsedeerd door die dingen als ik, hè? Hebben we nou uit elkaar getrokken of? Nee, dat is in elkaar. Oh, het klonk net die uit elkaar wel. Het is toch stom? Gisteren weet ik deze elke keer. Ik ga hem uit mijn handen trekken. Ik weet het niet meer. Nou, deze snap ik echt niet. Nou, had ik de eerste keer met die ook. Ja.
is echt heel erg. We kunnen het niet hebben dat we die niet weten, dus we hebben YouTube erbij gepakt. Maar we snappen er echt niks van en we zijn echt al heel lang bezig met dat ding. En zelfs met het filmpje snap ik het nog voor de helft niet. Moet ik hem groter zetten? Je hebt hem. Nou ik. Ik zit hem alweer uit mijn hand. Een moekvorm had dat. Zo, en kan je praten. Past het? Pak hem. Oké. Je pakt hem vanaf nu wat, hè? Kijk even. Even je mond leeg, even verstaak je. Je moet deze brengen. En draaien. Ik ga links dus een gelijk leren, dat zag ik net. En deze meneer ook weg, dan doe je het zo naar elkaar. En dan drie keer. Dan leg je ze naar elkaar. Kijk maar. Maar dat is oké, dan doe je hem. En dan ben je het weer kwijt. Nee, ik ben niet kwijt. Dat heb ik met deze ook, dan weet ik hem. Dan heb ik hem 10 keer gedaan, dan heb ik hem weer in mijn hand. En dan denk ik weer. En dan was het ook weer. Behalve als ik het film, dan weet ik het niet. Ja, raak ik gefrustreerd. Hey. Ik wil het wel proberen. Ja, dat mag ook. Nee, dat mag hem niet. Niet liggen. Nee, die. Deze is echt... Heb je nou in elkaar gekregen? Ja, ik heb hem net uit elkaar in elkaar gedaan. Oké. Okay. Ik heb dit al een paar keer gedaan, dus weet ik nou wel. En deze? Die? Ja, moet jij zeggen. Ja, zie je hem nou maar uit? Kijk, je hebt net een kwartier met dat ding gezeten. Ah, ja. En gelijk zie je maar uit. Ik kreeg hem wel, ook al was het mazzel, ik heb hem wel in elkaar gekregen. Ja. Hey, hoe lang waren jullie gisteren met deze bezig? Niet zo heel lang. Nee. Totaal niet. Kijk of ik hem daar zonder weet. Maar ik probeer hem uit elkaar en ik ben hem weer kwijt. Oké. Die? Deze. You're obsessed. Moet je even zetten. Ik ga proberen. Wat toffe zonne. Ik heb hem nu wel in elkaar. Ik heb hem wel zelf in elkaar gedraaid. Met jouw handen, nee, ik kom niet tellen. Ik kom niet tellen. Nee. Deze, nee, welke draai zo? Helemaal 180 graden draaien. Dat ze naast elkaar zitten, ja. Oh, zo, daarom ga je niet. En dan ga je. En dan moest ik dit. Nee, kom eens terug kijken. Luister. Dan draai je dat kleintje gaat naar de achterkant toe. Die blijft er nog naast. Dan draai je deze naar boven toe.
Ik zie niet meer wat je kan, dus ik zie niet eens wat je doet. Kijk, als je het nou ook bent, dus je moet naar de achterkant doen, dan je, ja, zo, door daar. Kijk je weg. Dan moet je kijken hoe groot je handen zijn. Dus ik zie het dan niet meer. Echt zo stom, ik ken die dingen al jaren. En Sarah heeft sommige echt al best wel lang nooit gedaan. Ik denk, kreeg ze gisteren deze. Eergisteren. En toen gingen we hem proberen. En nu heb ik echt een obsessie met die dingen. Dus, en net hadden we het erover dat ik die ene gewoon niet voor elkaar krijg elke keer. Dus toen ging Marco pakken op de kamer. En nou zijn we echt hooked. Maar er zijn er nog veel meer. Dus nu wil ik ze allemaal hebben. Ik ben gelijk online aan het kijken. Je hebt er echt vol veel. Want deze hebben we, maar die niet, die niet, die niet, die niet, die niet, die niet, die niet. Maar wij hebben weer vier andere. Kijk, hier zie ik nog veel meer. Deze met een spiraal en zo. Weer allemaal andere. Te leuk dit. En nu is het weer tijd om veel te laat mijn bed in te gaan. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Heb je nog geen duimpje en reactie achtergelaten? Doe dat dan hier even. En ben je niet geabonneerd? Klik dan ook even op abonneren. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!